In deze video wil ik het graag met jullie gaan hebben over onze vetverbranding. Want hoe kunnen we nou onze vetverbranding verhogen? Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik je eerst even kort toelichten wat nou precies een vetverbranding inhoudt. Een vetverbranding is eigenlijk gewoon je stofwisselingsproces in je lichaam. En het wordt ook wel eens metabolisme genoemd. Als je wilt afslanken, is het heel erg belangrijk dat jij weet hoe je jouw eigen vetverbranding op een hoger vuurtje kan zetten. Want hoe meer jij verbrandt, hoe meer vet er verdwijnt en hoe slanker we worden. In deze video deel ik 7 manieren met je hoe je jouw eigen vetverbranding kan verhogen. Manier 1. Je spiermassa verhogen. Hoe meer spiermassa ons lichaam krijgt, hoe meer ons lichaam ook in staat is te verbranden. Je kunt onze spiermassa vergelijken met een motor van een auto. Stel je hebt een motortje van een Fiat of een motor van een Ferrari. De motor van een Ferrari is natuurlijk veel groter en verbrandt ook veel meer. Dat is precies hetzelfde met onze spiermassa. Hoe meer wij spiermassa creëren in ons lichaam, hoe meer ons lichaam ook kan verbranden. Manier 2. Ga sporten. Doordat we in beweging zijn, heeft ons lichaam energie nodig en gaat ons lichaam dus vanzelf meer verbranden om ook ons lichaam energie te geven om te gaan sporten. Dus sporten is een hele goede manier om je vetverbranding te verhogen. Manier 3. Drink water. Water drinken is niet alleen zomaar belangrijk voor je gezondheid, maar je lichaam heeft ook water nodig om calorieën te verbranden. Manier 4. Eet vaker op een dag kleinere maaltijden. Hierdoor houd je jouw vetverbranding op gang. Je kunt dit vergelijken met een haardvuurtje. Stel dat jij in de ochtend een haardvuur aandoet en je gooit er heel veel hout in één keer op, dan blijft het de hele dag door een beetje sudderen. Als je in de ochtend een haardvuurtje aanmaakt en je gooit er één blokje op en een uurtje later gooi je er weer een blokje op en een uurtje later gooi je er weer een blokje op, blijft dat haardvuurtje de hele dag goed branden. Manier 5. Eet meer proteïne-rijke voeding. In proteïne zorgen er namelijk voor dat jouw spieren in staat zijn zich op te bouwen. Proteïnen zijn eigenlijk de bouwstenen van ons lichaam. Hoe meer proteïne jij eet, hoe meer jouw lichaam spieren op kan bouwen en hoe meer je kunt gaan afslanken. En manier 6. Drink groene thee. Groene thee geeft je niet alleen energie, het verhoogt ook je vetverbranding. En manier 7. Vermijd crashdieet. Het is natuurlijk nooit een goed idee om heel weinig te gaan eten, want ons lichaam heeft natuurlijk wel voedingsstoffen en andere bouwstoffen nodig. Maar doordat wij minder gaan eten, gaat ons lichaam uiteindelijk onze energie, want we hebben toch energie nodig, halen uit onze spieren, dus uit onze spiermassa. En zo wordt onze spiermassa afgebroken. Hierdoor is je lichaam in staat dus minder te verbranden. En vertraagt je vetverbranding juist, in plaats van dat je dus een versnelde verbranding krijgt. Dit waren mijn persoonlijke 7 manieren om je vetverbranding te versnellen. Heb jij nog een goede tip om je vetverbranding te versnellen? Laat het me dan alsjeblieft weten onder in de reacties. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Duimpje omhoog als je wat had aan deze video. Oh, en vergeet niet te abonneren. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik zie je graag weer in de volgende video. Doei! Verdwijnt en hoe slanker we worden. In deze video deel ik 7 manieren met je hoe je jouw eigen vetverbranding kan verhogen. Manier 1. Je spiermassa verhogen. Hoe meer spiermassa ons lichaam krijgt, hoe meer ons lichaam ook in staat is te verbranden. Je kunt onze spiermassa vergelijken met een motor van een auto. Stel je hebt een motortje van een Fiat of een motor van een Ferrari. De motor van een Ferrari is natuurlijk veel groter en verbrandt ook veel meer. Dat is precies hetzelfde met onze spiermassa. Hoe meer wij spiermassa creëren in ons lichaam, hoe meer ons lichaam ook kan verbranden. Manier 2. Ga sporten. Doordat we in beweging zijn, heeft ons lichaam energie nodig. En gaat ons lichaam dus vanzelf meer verbranden om ook ons lichaam energie te geven om te gaan sporten. Dus sporten is een hele goede manier om je vetverbranding te verhogen. Manier 3.
drink water. Water drinken is niet alleen zomaar belangrijk voor je gezondheid, maar je lichaam heeft ook water nodig om calorieën te verbranden. Manier 4. Eet vaker op een dag kleinere maaltijden. Hierdoor houd je jouw venen van ons lichaam. Hoe meer proteïne jij eet, hoe meer jouw lichaam spieren op kan bouwen en hoe meer je kunt gaan afslanken. En manier 6. Drink groene thee. Groene thee geeft je niet alleen energie, het verhoogt ook je vetverbranding. En manier 7. Vermijd crashdieet. Het is natuurlijk nooit een goed idee om heel weinig te gaan eten, want ons lichaam heeft natuurlijk wel voedingsstoffen en andere bouwstoffen nodig. Maar doordat wij minder gaan eten, gaat ons lichaam uiteindelijk onze energie, want we hebben toch energie nodig, halen uit onze spieren, vetverbranding op gang. Je kunt dit vergelijken met een haardvuurtje. Stel dat jij in de ochtend een haardvuur aandoet en je gooit er heel veel hout in één keer op, dan ja, blijft het de hele dag door een beetje sudderen. Als je in de ochtend een haardvuurtje aanmaakt en je gooit er één blokje op en een uurtje later gooi je er weer een blokje op en een uurtje later gooi je er weer een blokje op, blijft dat haardvuurtje de hele dag goed branden. Manier 5. Eet meer proteïne-rijke voeding. En proteïne zorgen er namelijk voor dat jouw spieren in staat zijn zich op te bouwen. Proteïnen zijn eigenlijk de bouwsteen. In deze video wil ik het graag met jullie gaan hebben over onze vetverbranding. Want hoe kunnen we nou onze vetverbranding verhogen? Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik je eerst even kort toelichten wat nou precies een vetverbranding inhoudt. Een vetverbranding is eigenlijk gewoon je stofwisselingsproces in je lichaam. En het wordt ook wel eens metabolisme genoemd. Als je wilt afslanken, is het heel erg belangrijk dat jij weet hoe je jouw eigen vetverbranding op een hoger vuurtje kan zetten. Want hoe meer jij verbrandt, hoe meer vet er